Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat toen bleek dat ik inderdaad vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Dat bedoel ik niet vervelend naar die jongen. Die kan wel aardig voetballen. Maar dat is niet een jongen die Emmen verder, heel veel verder brengt. Nee. Weet je wel. Dat is niet zo. Nee. Die hebben ze niet bij Emmen. En die hadden ze met Peña hadden ze wel iemand. Die bracht het elftal wel verder. Ja. En dat zou Diemers ook moeten kunnen. Radio Meerdijk. Radio Meerdijk. De podcast over FC Emmen. Radio Meerdijk. Radio Meerdijk. Ja, welkom bij Radio Meerdijk met natuurlijk clubbosje Jonathan Ploeg. Goedemorgen. En Jan Mennega, die net vertelt dat hij gisteren bij VKW Hoogeveen was. Ja. 0-1. En vervolgens, dat was op hetzelfde tijdstip als Emmen moest voetballen. Maar Emmen opgenomen en daarna teruggekeken. Vertraagd afgespeeld zijn. Ja, ja dat, is, dat moet verschrikkelijk zijn. Dat was een hele zit. Het was echt een hele teleurstellende wedstrijd, moet ik zeggen. Ja. Ja, ik vond het helemaal niks. Het was matig. Nee. Hoe slecht. Ben je dan ook dat je ook langzaam andere dingen doet en zo? Weet je, tijdens een wedstrijd, dat je dan toch een beetje op je telefoon zit te prutsen. Candy Crush gaat doen in één keer of toch zo. Even vaker een bakje koffie pakken. Ja. Dat soort dingen. Dan hou je het nog een beetje vol. Dat soort ook. Dingen. Ja, beetje tussen de bedrijven doen een beetje eten en zo. Ja, precies. Bord op schoot? Bord op schoot. Bord op schoot. Nee. Nee, het is echt, ik merk het ook hoor. Ik heb deze wedstrijd, dan ben ik er echt lekker voor gaan zitten. Ja. En dan heel langzaam, zeg maar, dan begin je. Dan je, pak je telefoon. Pak je telefoon er wat bij. En dan het beklijfde. Beklijfde? Is goed hè? Beklief? Beklief. Ik weet het niet. Bekleef. Het bekloof niet de wedstrijd, in ieder geval. Dan was VKW Hoogeveen leuker, Jan, denk ik. Nou, het was ook geen beste wedstrijd, hoor ik niet zeggen. Maar op kaartje. Ja. Nou ja. Nee maar hoe is dat op de tribune? Heb jij wel kunnen genieten, Jonathan? Nou, het was nogal koud. Ja, dat was het zeker. Ja. Je zit dan zeg maar net aan de kant waar de zon niet schijnt. Op zich is dat wel oké, want anders heb je de zon de hele tijd in je gezicht. Ja. Maar... Nee, maar los daarvan was het gewoon geen beste wedstrijd. Nee. Het was, nee. En we hebben de kranten hier voor ons. En er staat boven alsof FCM met lood in de schoenen speelde. Ja. En volgens mij zei volgens mij, dat weet ik wel zeker. Maar de Skolde zei ook nog, het was alsof ze met een zak aardappel op de rug speelden. Ja, of eentje, twee zakken aardappel op de rug. En zo was het. En waar dat mee te maken had... achteraf wist niemand een beetje de vinger op de zere plek te leggen. Druk? Nou ja, dat zou dus wel de logische verklaring zijn. Een wedstrijd tegen Go Ahead. Je concurrenten hebben de zaterdag ervoor, dus de dag ervoor, geen punten gepakt. Nee. Hè? Vonendam, Cambuur, Excelsior, Groningen dan weer wel. Ja, die kwam op gelijke hoogte. Mm-hmm. Maar je kon een goede grote slag slaan door te winnen, zeg maar. En dan kwam je op gelijke hoogte met zowel Vonendam als Excelsior. 20 punten. Dat weten die spelers natuurlijk ook. Die hebben die avond ervoor ook die wedstrijd zitten kijken. En die weten dat het hier om gaat. Natuurlijk gaat het elke wedstrijd erom in deze fase. Maar dit was wel een wedstrijd concreet, waarvan je concreet kan zeggen... wij kunnen gewoon echt die aansluiting met die concurrenten vinden. En het sluipt dan in de benen. Het sluipt in het hoofd. Ze kunnen het zelf niet verklaren. Ik had het daarna afloop nog met Lucine over. Die zei van ja... Het zou kunnen. Hij zei van ja, het zou wel een verklaring zijn. Maar was dit dan zoveel anders dan die andere wedstrijd die we voor hebben gezien? Het is toch altijd al... Het hele seizoen toch een beetje stroperig, zakaardappelen voetbal? Dat zou best kunnen wat je zegt hoor. Maar met de andere kant van het verhaal is... FC Groningen had ook zo'n wedstrijd. Dat ging er ook om. Die moesten winnen om toch nog aansluiting te krijgen. En die speelden niet met een zak aardappel op de rug. Nee, maar die hebben dat wel gedaan natuurlijk tegen Cambuur, tegen Volendam. Dat klopt, maar dat was dus afgelopen zaterdag. Er is een moment dat je die zak aardappel van je rug afgooit. Ja. Of dat hij er zomaar vanaf is zonder dat je het door hebt, zeg maar. Ja. Of dat het lood uit de schoenen vloeit, hè, om maar even bij de uitspraken te blijven. Het is iets misschien waar je soms geen invloed op hebt. Nee, en de ene selectie is het beter bestand tegen de andere... Of die kan het beter van zich afschudden dan een andere selectie. Of de ene speler kan het beter dan een andere speler. En dan... Misschien had Excelsior had hetzelfde, hè? En misschien had hij er meer last van misschien, dan FC Groningen. Precies. En dan slaat de balans weer de andere kant uit. Dat zou kunnen. En het was ook wel een verschil natuurlijk. Groningen die scoorde op een gegeven moment redelijk snel. Ja.
En Emma die kreeg redelijk snel dus een waardeloos doelpunt tegen. Negen minuten. Wat was dat voor Jan? Ach jongen, dan doet die Bouchouari, wat doet hij nou? Maar dan word je toch helemaal gek, ja, word je helemaal gek van. Ja, ja? Daar kun je dus als trainer helemaal niks aan doen. Als de races, ja, je moet hem niet meer opstellen. Dat is het enige wat je kunt doen. Ja, maar ja, wie moet je dan opstellen? Ja, dat weet ik ook niet. Dat is het probleem. Ja, dat is het probleem. Maar dat is toch een waanzinnige paas, waanzinnige bal. Ja, je schuift hem gewoon over de achterlijn waaruit de corner natuurlijk voortkomt. Want daar hebben we het over. En dan valt hij uiteindelijk ook nog. Dat zul je ook nog net zien. Hij werd ook nog eens knullen weggewerkt. Ja, en dan ook op slecht van Hoessen, wat hij daar deed eigenlijk. Nou, Hoessen heb ik helemaal niet opgesteld moeten worden. Hoessen heeft ruim vier, of heeft slechts vier balcontacten gehad of zo. Ja, waarvan één assist op dus de speler van Go Ahead, die scoorde ietsjes. Ja, goed. Maar Boes is lang niet fit, jongen. Tenminste, Hoessen is lang niet fit, jongen. Wil Boessen, dat is. Ja, Boessen. Dat was een verbastering van Bouchouari en Hoessen, of niet? Nee, maar die Hoessen. Wil Boessen. Ja, maar denk jij dat die Hoessen fit is? Natuurlijk is hij niet fit. Nee. Hij had, of dat zei hij zelf. Hij speelde vorige keer tegen Groningen. Speelde hij een helft. Kom je de helft erin? En toen had hij, wat is het, na een half uur gewoon al spierpijn. Ja, maar denk ik. En dat is ook logisch als je lang geen wedstrijd hebt gespeeld. En ik begreep dat zijn tijd dat hij bij Jong Ajax mee trainde, hè, de afgelopen periode, dat stelde ook vrij weinig voor. Want daar speelden ze dus kennelijk maar met 10 spelers of zo een training. Omdat de rest bij het eerste mee trainde, al die talentjes. Ja, daar word je ook niet beter van natuurlijk. Nee. En dan moet je nu ineens, zeg maar, eigenlijk word je direct voor de leeuw gegooid, nooit gedwongen, omdat er gewoon nog ook weinig andere keuzes zijn. Messao die is nog niet fit. Nee. Davaloe is niet fit. Lieders zit nog steeds in de lappenmand. Ja, dan moet je af en toe keuzes maken als trainer zijnde. En dan op de koop toenemen inderdaad dat de speler toch een wat mindere wedstrijd speelt, zoals Hoessen nu. Ja. Stel, hij speelt een goede wedstrijd, oké, dan laat je hem staan. Mm. En anders wissel je hem in de rust, zoals nu het geval was. Maar wat moet je nou eigenlijk met een speler die niet fit is? Wat moet je daar nou mee? Dat is de vijver waarin deze clubs vissen. Ik begrijp het wel, van de andere kant begrijp ik ook wel. Maar wat moet een speler... Of is dat te makkelijk gezegd? Ik vind de speler die niet fit is, die moet je helemaal niet halen, vind ik eigenlijk, hoor. Wat moet je ermee? Ja, maar dat is een beetje. Dan is de competitie straks afgelopen. Dan ben je fit. Dat is wat Emmen toch de afgelopen jaren heel veel heeft gedaan. Ja, heel veel niet-fitte spelers gehaald. Kijken wat er gebeurt. Darvalou is ook een beetje zo. Darvalou hoeveel minuten heeft hij gespeeld voor FC Emmen? Hij speelde tegen Fortuna volgens mij. Een helftje. Hij viel in de 35e minuut in. Dus dan heb je 55 minuten zoiets. Dat is wat hij gespeeld heeft nu inderdaad. Nou, daar heb je niet zoveel aan. Hij raakte in de weken na op de training geblesseerd. En dat duurt maar voort. Dat is misschien dan ook wel een beetje pech natuurlijk. Ik bedoel, die. Maar ja, anderzijds. Als je niet fit bent, dan krijg je dat soort blessures ook. Dat is het. Als iemand hebt die... En kennelijk is de noodzonderman dat je dus al die spelers... Hoessen, Darvalou, meteen maar iets te lang laat spelen. Ja, en, het is eigenlijk gewoon noodzakelijk. Foutje van Lukien dan? Of, wat is een foutje van Lukien? Nou, door dan die spelers... Aan te trekken? Niet aan te trekken, maar door ze dan meteen al zoveel minuten te laten spelen. Want... Ja, ik weet het niet. Kijk, hij speelde natuurlijk de tweede helft tegen Groningen... Hij heeft dan wel spierpijn na afloop, maar hij houdt het wel vol. Tegen nee, maar als je kijkt naar Darvalou, weet je wel, is meteen dus kennelijk voor de leeuw gegooid, is nu weer geblesseerd. Burnett komt wel steeds terug, maar raakt hem ook heel snel geblesseerd. Misschien dat hij die spelers iets meer de tijd moet geven. Ja, maar een speler zelf voelt het beste waar hij aan toe is. En natuurlijk speelt daar soms het kopje mee dat je echt wil. Maar ik denk dat een speler als Burnett verstandig en volwassen genoeg is om te beslissen van, hey, ik kan het echt wel of kan het niet. Dat geldt hetzelfde voor Veldmaten bijvoorbeeld. Die moest trouwens de tweede helft uit omdat hij last van zijn Achillespees. Dat is ook een voortdurende klacht trouwens. Ja. Hij kan al wel minuten maken, maar ja, wordt wel steeds voortijdig gewisseld. Zit na afloop van de wedstrijd dan met zijn benen in zo'n compressorapparaat. Hè? Ja. Die pijn een beetje weg. Ik weet niet hoe het werkt, hoor. Okay. Dus het is overigens afwachten of hij erbij kan zijn volgende wedstrijd. Maar En Lukien heb ik daar ook nog over gehad, hè, om nog even op Darvalou terug te komen. Hij zei toen ook van ja, misschien is het ook wel te wijten aan de medische staf, aan onze beslissingen. Hij zei van ja, oké, we weten dat hij eerder moest spelen tegen Fortuna Sittard. Nee, tegen RKC uit was dat toen, omdat Sivkovic geblesseerd raakte. We moesten hem eerder inbrengen. We wisten daarom dat hij meer minuten maakte dan we van tevoren hadden beoogd. En daar hebben we tijdens de trainingsweek daarna wel rekening mee gehouden. Ja. Alleen kennelijk raakte hij alsnog geblesseerd. Dus misschien hebben we niet voldoende rekening mee gehouden. Nee. Maar ja, het is zo lastig, hè? Want die spierblessures...
Ja. Nee, dat is het. Ik kan me heel goed voorstellen dat het lastig is. Ik zeg ook niet dat wat hij sowieso had moeten doen. Maar toch, het gebeurt wel te vaak. Te vaak. En bij Emmen ook. Dus ja, dan gaat er in ieder geval iets mis. Of het is heel veel pech. Ik snap de verleiding wel, hè, ja. In de zin van... Oh, natuurlijk. Ja, een Asenoen wil je niet per se echt in de spits hebben, bijvoorbeeld. Of nee, linksbuiten kan je ook vrij weinig. Als het risico is dat je vervolgens die speler een paar weken moet missen, ja, dan ik bedoel, als je nu achteraf aan Lukin vraagt, had je liever niet met Asenoen dan even in de spits gespeeld. Als je daarvoor nu een fitte Darvloe in plaats had gehad, ja, dan had hij natuurlijk volmondig ja gezegd. En het is, ik zeg niet dat Asenoen erin moet horen, die mm-hmm. kan het eigenlijk ook niet aan. Nee. Maar ik vind voor dat soort jongens is het natuurlijk heel frustrerend. Die zijn hartstikke fit en dan komt er een speler, komt erbij. Die is totaal niet fit, maar die zet hij wel in, weet je wel. En dan die andere, ik ben hartstikke fit, denkt hij daar verloor. Of die, Asenoen. En zo zullen er nog wat spelers zijn. Ik ben hartstikke fit, ik train dat hele seizoen heel hard. En dan komt er iemand bij, die is totaal niet fit, maar die zet hij gewoon in. Dat is ook niet helemaal lekker, hoor, kan ik je zeggen. Nee, maar toch denk ik ook niet, nee. Maar het is ook wel raar, waarom is hij totaal niet fit? Want ja, hij heeft natuurlijk... Nee, maar wacht even, zijn laatste wedstrijd... Afgelopen 9 maanden weinig gespeeld, hoor. Ik zit even te kijken nog naar zijn laatste wedstrijd, inderdaad. Maar dat is ook... Geen vorig jaar ergens misschien? Of nee, hij heeft alleen op 30 oktober... Heeft, ja, nee, Danny Hoesem. Dat ik zit te kijken van, god, die hebben nog toch redelijk lang met in de... De MLS gespeeld, maar die heeft niet zo vaak niet geselecteerd op de bank en zo. Dus ja. Ik speelde weinig. Dus, Prachtig avontuur lijkt me dat trouwens. Gewoon even 2 jaartjes in Amerika. Oh man, als ik snap heel goed dat de Leeuwtjes en de Danny Hoesjes en de Kappelhofs, zeg maar, dat soort beslissingen hebben gemaakt. Los van het geld, hè? Los van het geld lijkt me dat gewoon prachtig. Gewoon een goed avontuur. Ja. Maar dat zijn allemaal jongens die zijn in de nadagen van hun carrière, jongen. Die hebben hun carrière gehad. Ja, maar de Leeuw was dat niet, hè? Maar de Leeuw niet echt. Kappelhof is ook zijn 24e, denk ik, al die kant. Ja, dat klopt wel. Maar goed, dat zijn allemaal jongens die vinden het nog lekker om nog een paar jaartjes wat te spelen, nog wat geld te verdienen, weet je wel. Maar hun carrière hebben ze gehad. Dat is gewoon zo. Nee, maar die weten gewoon dat hun carrière niet... Het wordt niet beter. Ze niet langs topclubs gaat brengen. Nee, dat klopt wel. Dat is ook zo. Maar goed, je hebt er niet zoveel aan, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Nee, waaraan? Nou, aan jongens, als jongens als Hoesen en zo. Daar heb je gewoon niet zoveel meer aan. Nee? Nee, dat denk ik niet, nee. Maar ja, wat hadden ze dan moeten... Ja, dat ik zou het niet weten. Ik zit daar ook niet in die spelers. Nee, in de scouting en zo. Dat weet ik niet. Dat was wel handig geweest als jij in de scouting zat. Dan kon je ons wel wat dingetjes vertellen natuurlijk. Nee, dat is gewoon zo. Ik weet toch niet precies wat er overal te koop is en dergelijke, jongen, in de wereld. Dat kan ik niet over oordelen. Maar dat Emma gemiddeld veel geblesseerde spelers binnenhaalt of niet fitte spelers binnenhaalt, is natuurlijk... En dat zal voor andere clubs ook wel gelden, hoor, die onderin meespelen. Nou, ik heb je zat het bij de Cambuur ook, hè, met zo'n Johnson in de spits. Die was ook niet fit. Hij speelt nu ook een keer, ja. En scoort. Ja, klopt. Maar ja, misschien speelt Hoeze over 2 weken ook, vanaf 2 weken ook alles, zeg maar. Kan ook, hè. Kan snel gaan. Zeker. Ja. Ja. Maar over een week of 8, 9 is de competitie afgelopen, weet je wel. 11 wedstrijden nog. Nou, zoiets. En dan, ja. Ja, maar 11 wedstrijden vind ik nogal behoorlijk wat. Ja, maar wanneer word je fit? Hoe lang duurt dat? Ik mag hopen dat binnen 2, 3 wedstrijden dan nu wel gebeurd is, inderdaad. Ja. Nou, ja, kijk, je ziet gewoon dat ze middelen tekort komen om andere speelwijzen toe te passen, hè. Tegen Go Ahead had het perfect vastgezet. Die spelen anders dan andere ploegen, hè, met zo'n vierkant op het veld of een ruit. Het is maar net hoe ze staan. En daardoor is het voor andere ploegen heel lastig om op middenveld bijvoorbeeld het vrije mannetje te vinden. Moet je over de zijkanten. Nou, dat lukte FCM niet, afgelopen wedstrijd. En op een gegeven moment gingen ze lange bal spelen. Dat was het devies. Is ook in de rust gezegd, hè. Ga je geluk zoeken, zeg maar, heeft Lukin gezegd. Ja. Ga je geluk zoeken door die bal maar naar voren te peren en vanuit daar verder te voetballen. Alleen als je een Hoesje in de spits... Nou ja, Hoesje stond toen niet meer in de spits, trouwens. Maar laten we het dan over Sivkovic hebben. Sivkovic stond toen in de spits. Dat is totaal niet een spits, natuurlijk, die de bal even op de borst aanneemt en weglegt. Ja. Hè? Dat is een spits die hem echt in de diepte moet hebben. Maar dat is dan niet waar je het van moet hebben in zo'n situatie. Nee. Want de ruimte ligt daar niet. Nee. Dan moet je misschien een Darvaloe hebben die dat wel kan. Ja. Of een type Tadic die dat alleen maar doet. Ja. Maar dat hebben ze niet. Dus dan lopen ze op een gegeven moment tegen een figuurlijke en letterlijke muur aan. Ja. En dat zag je tegen Go Ahead. Ja, hoe kan het dan, Jan, dat het dit jaar veel minder leuk is dan de jaren daarvoor? Dat zal toch wel met kwaliteit te maken hebben, ja, uiteindelijk. Poosje terug aan is ook nog Peña bijvoorbeeld. Ja. Dat kan me nog goed herinneren. Dat was dus echt een
dat was echt een goede speler. Ja, maar dan zou je zeg maar zeggen, oké, Peña, Diemers. Diemers zou je zeggen, maar Peña was beter, hoor. Ja, nee, zeker. Ja, dat vond ik wel echt beter. En Diemers, ja, Diemers, die, als je hem zo ziet, dan denk je, nou, die kan wel wat. En hij kan ook wel wat. Alleen, er komt, dat heeft heel weinig rendement. Je hebt het nu over Diemers. Ja, Diemers, ja. Vond je Peña echt beter? Of vond je hem beter dat hij gewoon iets meer rendement tentoonstelde? Nee, ook dat, maar ik vond Peña ook beter. Ja. Ik vond Peña echt beter, joh. Ja, dat was een goede speler. Die stuurde echt mensen weg. En Diemers stuurt ze niet echt weg. Dat is wel iemand van een prachtige aangesneden voorzet. Overigens dacht ik wel, wat echt een minuut voor die goal van Romani. Dan ging je, weet je wel, dan krijgt hij een bal, heeft hij best wel wat ruimte. En wat doet hij? Kapt hij toch weer terug naar zijn rechterbeen. En die voorzet werd geblokt ook. Dus zat ik op de bank wel op te letten. En toen dan schreeuw ik toch even... Pak jij je mobiel er weer even bij. Nou, dan schreeuw ik toch even de tv. Och man, hey, voorspelbaar of zo. Weet je. Ja. Goed, een half minuut later deed hij weer precies hetzelfde. En toen... Hij valt allure. Toen scoorde Romani eruit. Dus, Hij valt allure. Als je hem zo ziet, dan denk je, nou, spelen met allure. Die lekker voetballen. Ja. En dan is toch te weinig rendement. Nee, maar hij speelde ook gewoon niet goed, hè? Nee, hij speelde ook niet goed. Voetbalverlies. Maar ik heb nog eens een algemeenheid over Diemers even. Ja. Oké. Ja. Nee, maar afgelopen zondag was hij ook niet goed natuurlijk. Nee. Wat dan? Peña, die kwam ook nog wel de 16 in. Ik weet niet. Dit was. Peña, die kon het elftal ook dragen, vond ik. En dat doet hij niet. Ja. Nee, het is, misschien is dat misschien ook niet te weinig karakters, Jan. Te karakters, ja. Nou ja, te weinig karakters. Diemers heeft wel karakter in ieder geval. Ja, ja. Dat wel. Ja. Maar ja, wat er omheen staat. Nee. Ja, dat ontbreekt af en toe wel wat aan karakter, ja. Araujo is goed. Araujo is zeker goed. Ja, die vind ik goed. Maar het blijft... Ik vind het moeilijk. Ik vind het lastig om dan... Het is dus echt kwaliteit dat het nu gewoon minder leuk is dan die jaren ervoor. En minder makkelijk gaat. Ja. De kwaliteit komt het altijd op neer natuurlijk als je niet wint. Ja. Een verkeerde paas is een stukje kwaliteit. Maar, wat wilde heeft ik zeggen? Heeft dat even met scouting dan te maken ook? Waarom is het dan zoveel minder kwaliteit? Is er minder geld? Is er minder... Nou, niet zozeer minder dan andere jaren, heb ik het gevoel. Nee. Het is gewoon met de beschikbare spelers die je beter binnen weet te halen. Er zijn ook wel weer veel spelers die al lijntjes hadden met de personen binnen de club. Mm-hmm. Wat ik een minpunt vind zelf, is dat je als club zijn er niet in staat bent om bijvoorbeeld eens een keer een leuk talentje binnen te hengelen. Die bijvoorbeeld zich ontpopt gedurende een jaar. Nou ja, met Mendes was dat wel het geval. Hè? Ja. Maar die blijkt, los van dat hij nu geblesseerd is, speelt hij dit seizoen belabberd, zeg maar. Waardoor iedereen het idee heeft dat hij het niet aan kan. Hij moet dat nog maar laten zien. Maar dat soort spelers komen er weinig. Ja. Leuke spelers waar je later gewoon wat geld aan kan verdienen. Ja. Het zijn allemaal spelers zoals een huurspeler, zoals Diemers. Ja. Hoese. Sivkovic wordt teruggehaald. Nee, het zou lekker zijn als je inderdaad gewoon dadelijk nog wat geld... Weet je, met Dallinga, pak je als Excelsior toch even een paar miljoen mee. En je weet natuurlijk van tevoren niet of een speler dat die leercurve gaat pakken naar boven toe. Mm-hmm. Maar ik heb die dat ze daar niet echt op scouten. Ja, een Dirksen misschien. Maar die is ook niet goed genoeg, joh. Ze hebben veel te veel afvalletjes. Dirksen is een afvalletje. Dirksen is niet inderdaad... kijk, met Casemiro had Groningen bijvoorbeeld een speler die ook nog wel bij Ajax kon blijven. Zeker. Dirksen is gewoon een afvalletje bij Ajax geweest en heeft Emmen gedacht... Romani is ook een afvalletje gewoon. De Vos is een afvalletje. Daar moet Emmen het veel te veel van hebben. Romani kon nog wel bij NEC nog wel... er waren nog wel mensen die daar nog wel iets in zagen. Een stuk of twee of drie, wist nog wel. Zagen we wel. Dat hield ook niet. Ja. Nee, maar goed. Dat bedoel ik niet vervelend naar die jongen. Die kan wel aardig voetballen. Maar dat is niet een jongen die Emmen heel veel verder brengt. Nee. Weet je wel. Dat is niet zo. Nee, die hebben ze niet bij Emmen. En die hadden ze met Peña hadden ze wel iemand. Die bracht het elftal wel verder. Ja. En dat zou Diemers ook moeten kunnen. Of moeten doen eigenlijk. Ja. Ja. Ja, en doe dat niet. Heb je vertrouwen in Jan dat het goed komt wel of niet? Nou, wat wel steeds minder, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Komen de zaterdag, het is elke keer, dan moet ik in Volendam. Het is elke keer hetzelfde natuurlijk ook. Ze maken een geweldige fout, waardoor ze een tegendoelpunt krijgen. Nou, dat is ook, hoe vaak is dat nu niet gebeurd? En ze scoren nooit. Dat is... Ja, dat is dus het probleem. Ze hebben wel weer veel de bal, maar ze creëren dan gewoon te weinig. Ja, nou werd het spel ook niet best als afgelopen zondag, vond ik, hoor. Ik vind Emmen nog wel, daar zit nog vaker wat spel in. Ja. Alleen dat was zondag niet zo. Nee, maar dan de betere ploeg. Dit jaar wordt beter, maar ik vind nog steeds wel... Nee, minder, wil ik zeggen. Ik zeg beter, wat minder, ja. Klopt, ja. Maar ik vind nog steeds wel dat er voor... een paar weken geleden zat er echt wel nog wel spel in. Ja. Tegen PSV, tegen Ajax, tegen...
dan denk je, nou, oké, okay, weet je, wat is het dan spel? Maar dat was nou helemaal niet het geval. En als ze dan ook nog steeds fouten maken achterin en voorin heel moeilijk scoren, ja, dan wordt het wel een heel moeilijk verhaal. Ja. Ik zie ze ook niet bij de onderste vier meer wegkomen. Nee. Daar geloof ik niet meer in, nee. Nee, maar, dus, maar als ze nu winnen van Volendam... Ja, als ze winnen van Volendam, dan staan ze... Ja. Dan stijgen ze gewoon een paar plekjes. En als Excelsior verliest, dan, ja, maar je verliezen, dan sta je gewoon. Ja, maar als dit en als 14, dat, weet 14, je wel. Ja. Ja, maar als dit en als dat. Je zegt elke week als ze van Go Ahead hadden gewonnen, zeker. Dan. Is weet je wel, als ze van... Ja, en ja, zo gaat ja elke maar dat keer. Zegt ook genoeg inderdaad. Dat zegt genoeg. Maar toch sprokkelen ze wel, hè. Nu tegen Go Ahead pakken ze weer een puntje. Tegen Groningen pakken ze wel weer een puntje. Ja, tegen Groningen, oké. Okay. Ja. Maar tegen Go Ahead is te weinig thuis. Die moet je gewoon winnen. Ja. Wil je... Maar Groningen deze vorm moet je toch ook gewoon winnen eigenlijk? Groningen speelt afgelopen zaterdag. Go Ahead speelt dit seizoen beter voetbal dan even Groningen. Dat klopt, ja, okay. Maar, ja, maar Groningen uit. Het is wel uit en thuis. Is natuurlijk oh, ik bedoel je dat? Wel, ja. Okay. Dat klinkt misschien raar, maar ik vind Groningen beter dan Go Ahead. Dat klinkt heel raar qua kwaliteit. Ik denk dat er meer kwaliteit bij Groningen rondloopt dan bij Go Ahead. Maar hopen dat ook zo is, anders dan... Je ziet het niet af geld, aan de stand op ranglijst overigens, hoor. Dat zeker niet. En Groningen heeft ook veel meer kwaliteit dan Emmen in het veld staan, hoor. Ja. Daar geloof ik vast in. Ja. Ja. Dus ja, nou ja, dan... Nou ja, Go Ahead, of Cambuur, dat zal het wel, die zal het wel niet redden. In mijn hoop. Op Excelsior, dat vond ik ook heel, eigenlijk helemaal niks. Die zakken er gewoon een beetje doorheen. Hè? Die zakken er gewoon doorheen. Nou ja. Wat is Emmen nu, of Emmen nu aan het doen ook met het oog op volgend seizoen? Dat is natuurlijk ook heel lastig voor ze. Omdat je niet weet op welk niveau je geen spelen. Idee hebt. Kijk, dat is het voordeel van... nou, Go Ahead kan naar deze wedstrijd. Ah, is een beetje vroeg nog, maar voorzichtig al nadenken over nog weer een jaartje Eredivisie. Zeker. Ja. RKC kan het natuurlijk helemaal. Dat geldt ook voor NEC. Weet je, Fortuna kan het een beetje voorzichtig al doen. Het gaat tussen de onderste vijf ploegen, joh. Ja, dat is gewoon de laatste vijf. Maar dat lijkt me heel lastig. Ja, dat is wat ook lastig. Hoe doen ze dat? Wat doen ze dat heet het zogeheten tweesporenbeleid. Ja, ja. Je gaat lijntjes uitleggen naar diverse spelers die... kan je nu nog niet vastleggen, omdat je gewoon ook niet weet op welk niveau je speelt inderdaad. Maar je probeert ze wel te verleiden. En je gaat gewoon gesprekken met ze voeren. Of met hun zaakwaarnemers in deze fase waarschijnlijk maar alleen ook nog. Met je eigen spelers, want dat doorselecteren... Kijk, is ook zo. Sommige spelers, daarvan weet je nu, oké, die zijn echt niet goed genoeg voor de Eredivisie. Ja. Wat doe je met Asenoen? Wat doe je met... Noem ze maar op. Hè. Maar wie voert die gesprekken dan eigenlijk? Wie doet dat? Is ook geen technische... Er is een technische man, Mike Willems. Mike Willems. Ja. Die heb je nou. Die is ook maar net. Maar je weet ook niet wie de trainer is volgend jaar. Nee, dat weet je ook niet. Nee. Dat zijn er wel factoren die van belang zijn. Ja, zeker. Ook voor het aantrekken van een speler. Want ik denk dat als zeker. Jij... dat we zeggen, stel je voor dat... noem even wat, hè. Het slaat nergens op. Maar Fraser het volgend jaar zou kunnen worden. Ja. Het is nogal een verschil of je Dick Lukien of Henk Fraser voor de groep hebt. En sommige spelers materiaal dat erop af. Precies, sommige spelers zullen zeggen... Oh, Lukien, nou, daar wil ik wel onder voetbal. Of Fraser, daar wil ik onder voetbal. Andersom niet. Nee. Ja, dus maar Lukien, die wil ik wel hebben. Maar dan komt de volgende trainer, die wil hem eigenlijk helemaal niet hebben. Weet je. Dat is een hele moeilijke zaak. Maar heeft Lukien daar op dit moment nog... invloed op. Ik bedoel, is dat die... Wat er volgend seizoen komt. Of komt Willems, is Willems het enige die dat bepaalt op dit moment? Ik denk dat sowieso de technische staf, als in Willems en Lubbers, zeg maar, daar heel erg mee bezig zijn. En de hoofdscouting natuurlijk, Jurriën Mannes. En Lukien wordt daarin wel meegenomen. Maar ik vraag me af inderdaad hoe lang dat nog duurt als die contractonderhandelingen of die tekening uitblijft, zeg maar. Zijn er onderhandelingen? Dat weet ik niet. Nee. Zijn er onderhandelingen al? Dat durf ik niet te zeggen. Okay. Durf ik niet te zeggen. Want, maar ze hebben ook niet uitgelaten toch? Als ze nou wel of niet verder willen met Lukien, hebben ze zich nog niet over uitgelaten? Nou nee. Ja, ze willen volgens mij wil de club wel verder. Ja, maar goed, dat is nog niet zo dat beide partijen ze hebben gezegd van nou, we gaan met elkaar verder, laat ik het zo zeggen. Nee. Een tijd geleden was in ieder geval, was volgens mij dat Lubbers wel rond de tafel wilde en Lukien dat nog afhield. Mm-hmm. Dat was toch een poos geleden. In ieder geval het verhaal. Ja, klopt. Ja. Alleen het is straks bijna maart. Het schiet allemaal wel op, hè? Dus, daarom. Ik vind het echt laat. Het lijkt mij gigantisch. Dat is het voetbalvak misschien. Nee, maar het zou mij gigantisch lastig lijken als ik eigenlijk in mijn hoofd al weet dat ik ergens anders naartoe wil. Ja. Maar er is nog niks anders.
Maar want ik teken ook nog niet bij mijn huidige club. Dan zit je soort in zo'n vacuüm dat je de hele tijd afvraagt waar ga ik nou heen komende zomer. Maar volgens mij hebben ook de meeste clubs die een trainer hebben met een aflopend contract hebben inmiddels wel aangegeven wat daarmee gaat gebeuren. Mm-hmm. Hè, behalve dan de Ajax'en en de FC Groningers, hè, waar dan iemand weggestuurd is. Dus die zijn nog een beetje zoekende erin. Maar voor de rest, weet je, Twente, die hebben allemaal wel of verlengd hè, met AZ, et cetera. En Twente heeft gewoon gezegd, nou, die gaat weg. Precies. Ja. Dus dat is allemaal al duidelijk. Bij Emmen is dat dus nog niet duidelijk. Nee. En dat duurt nu wel lang. Maar aan de andere kant, als jij als Lukien zijnde nu zegt, of als club zijnde nu zegt van Lukien is hier volgend jaar geen trainer meer. En je zit als club in deze fase, je strijdt om degradatie. Dan heeft dat geen bevorderlijke invloed, denk ik. Nee, He? Maar Lukien moet ook aan zichzelf denken. En Lukien die moet misschien ook wel laten weten, ik ben vrij. Toch, Jan? Dat vind ik wel. Ik denk dat hij dat tussen neus en lippen door al wel heeft laten weten. In de zin van dat hij iets anders wil. Maar dat maakt niet uit. Hij wilde in gesprek met FC Groningen. Maar die andere clubs moeten dat weten. Ja. Maar ik denk dat heel veel clubs dat wel weten. Ja, hoe gaat het, Jan? Denk je dat ook? Via een zaakwaarnemer, ik. Ja, maar is het niet handig dat hij ook al gewoon nu dan zegt, als hij die beslissing heeft gemaakt, jongens, want zo gebeurt het toch? Ik denk dat de zaakwaarnemer gewoon een balletje opgooit bij een club waar Lucky wel naartoe zou willen. Ik kan me zo voorstellen dat zijn zaakwaarnemers van al drie keer, denk ik. Volgens mij wel, ja. 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 Dat die contact heeft gehad met, hoe heet hij? Met Gudde. Ja, ik denk met Gudde. Ja. Dat hij gezegd heeft van, hoe zit het eigenlijk? Wat hebben jullie? Ja, wat doen we? Willen jullie Lucky ja nog of nee? Steeds. Of nog steeds, ja. Ik denk dat dat al wel geweest is, ja. Ja. Maar dan. Oké. En hoe het dan verder die gesprekken zijn verlopen, dat weet ik ook niet. Ja, want ik kan me wel voorstellen dat als dat al in kannen en kruiken is, dus dat hij naar Groningen gaat, dat het dan nog wel onder de pet wordt gehouden. Want dan is het inderdaad niet bevorderlijk voor FC Emmen en ook nog niet bevorderlijk voor FC Groningen. Want Dennis van der Reen moet ook nog het idee hebben gewoon dat hij... moet je natuurlijk niet meer verder gaan. Maar... Nee, maar die moet zelf wel het idee hebben dat hij daar nog voor strijdt. Dat zal hij toch niet hebben, neem ik aan. Als je nou een beetje reëel... Je moet ook een beetje reëel kunnen denken, hè? Hij blijft daar niet zitten. Ja, maar niet iedereen... Nee, maar ik weet... maar Jan... Gaan ze niet verder mee als hoofdtrainer? Dat doen ze absoluut niet. Nee, maar misschien moet je hem wel de illusie geven dat dat nog zo is. Omdat hij niet toevallig gewonnen heeft van Chelsea. Dat is je laatste wedstrijd, Jan. Nee, maar misschien is dat toch hij is heel goed, hij is 3-0 waard. Ja, maar misschien is dat voor hem nog wel een hij moet ook reëel zijn. Ik bedoel, maar tussen moeten en het zijn. Prima assistent trainer, zeg ik. Oké. Okay. Denk ik. Van Lukien. Nou ja, bijvoorbeeld, ik vind Lukien, kijk, de Twente wordt ook genoeg voor Lukien. Daar zou ik niet naartoe gaan. Die hebben een geweldig, die hebben toch wel een succesvolle periode. De verwachtingen zijn wat hoger, bedoel ik. Verwachtingen zijn hoog gespannen, dus dat kan. Alhoewel, het gaat nu ook wat minder. Daar gaat nu wat minder, dat klopt. Maar Groningen is een ideale club voor hem. Dat gaat net slecht gegaan, dat kan alleen maar beter gaan. Ja. Dus ja, het gaat nog niet goed natuurlijk bij Groningen, maar dat is echt ideaal. Twente niet. Maar goed, bij Groningen dachten alle trainers steeds van, oh, daar kan ik prima instappen, want het is slecht gegaan. Het kan alleen maar beter gaan. Het is elk jaar ietsje slechter gegaan, toch? Ja, dat klopt. Ja. Dus, dat klopt. Maar... dus ik weet niet of dat nou... misschien dat hij ook wel gewoon... Dan zit nou toch wel op het dieptepunt, ik Groningen. Ik hoop dat wel het dieptepunt is, inderdaad. Ja, dat hebben ze al gehad, toch? Ze hebben nu 3-0 gewonnen. Ja. Maar ik vind het bijzonder dat je dus al die dingen... Er zijn zoveel onzekere factoren bij FC Emmen. Ik zou als club ook al gewoon... Want die willen ook nieuwe trainers hebben. Die willen ook misschien open sollicitaties ontvangen. Dat je gewoon zegt, op 1 maart, over een paar dagen dus. Er kan intern al wel duidelijkheid zijn natuurlijk. Maar dat zou kunnen. Er kan ook contact zijn tussen zaakwaarnemers en de club. Hè. Bedoel, dat hoeft allemaal niet in het openbaar. Nou. Maar ze kunnen natuurlijk met diverse trainers aan het onderhandelen zijn. Via hun zaakwaarnemers bijvoorbeeld. Mm-hmm. Kan ook best zijn dat het allemaal al in kan en kruik is, joh. Dat zou best kunnen. Denk je dat zo goed onder de pet te houden is, dat soort dingen? Ja, je moet er niet te veel mensen van op de hoogte zetten. Dan wil het niet natuurlijk. Nee. Maar goed, als Lukino toch een afspraak heeft gemaakt met Gudde. Hè? Mm-hmm. Alleen met Gudde. En er is ook geen technische manager meer, dus die zit er ook al niet meer tussen. En er is afgesproken van, jij wordt hier volgend jaar trainer, maar we brengen dat niet naar buiten. Klaar. Nou, en als Lukien dan ook een afspraak heeft gemaakt met die van Emmen, Lubbers. Mm-hmm. Met z'n tweeën. Ik ga niet door. Nou, dan
kun je het nog wel een tijdje onder de pet houden, denk ik. Dat denk ik ook. Okay. Dus het zou mij niet verbazen als dat al zo is. Nee. Maar ik heb toch vaker gezegd, ik zou het heel raar vinden. In de winter wel willen en in de zomer niet. Dat vind ik heel raar. Dus. Ja. Dus jij denkt, hij gaat gewoon naar Groningen. Dat denk ik. En dat is al bepaald. Nou ja, ongeacht het niveau? Ongeacht het niveau. Hij gaat ook rustig naar Groningen toe als ze in de eerste divisie spelen. Daar ben ik van overtuigd. Nou. En dan moet Emmer dus op zoek naar een nieuwe. Misschien hebben ze die dan al. Zijn daar al wat geluidjes over dan? Wordt daar wel iets over gefluisterd? Of van welke speler of welke trainer dat zou moeten zijn? Er zijn zoveel namen, joh. Of het uit de eigen staf moet komen. Of dat het... Dat is allemaal nog niks over te horen. Jammer. Wel leuk altijd, hè? Toch? Die trainers. Ja, die tijd komt toch zelf. Zeker leuk, ja. Maar als het nou duidelijk wordt dat Lukin ergens anders naartoe gaat... dan beginnen de echte speculaties natuurlijk. Hè? Ja. Ja, maar je hebt zoveel namen die het kunnen worden, weet je wel. Er zijn zoveel trainers vrij. Interessante namen voor FCM in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat hij wel een geschikte kandidaat is. Maar het zal nooit hetzelfde worden als met Lukin. Die zit er al 8 jaar. Het wordt weer een nieuwe wind. Andere speelstijl, vermoed ik. Ik hoop dat het wel even aantrekkelijk blijft. Dat het karakter van FCM is hetzelfde. Is het daar ook naartoe dan misschien, die nieuwe wind eventjes? Werkt dat ook zo, Jan? Je hebt jarenlang clubs gevolgd. Dat is een soort vastgeroest idee. Ik kan me wel iets voorstellen. Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen. Ja, dat je het ook niet verkeerd is om een keer een andere trainer Maar wat is dan vastgeroest, zeg maar? Want je spelersgroep bij een club als FCM, die rouleert wel redelijk door. Dat was vroeger niet zo. Dan had je die spelersgroep bleef heel lang intact. En als je dan heel lang een trainer hield, dan roest het vast. Dat klopt. Maar met die wisseling in de spelersgroep denk ik dat het veel minder vastroest. Nee, en de technische staf heeft niet zo heel veel contact met bijvoorbeeld de mensen op kantoor of zo. Ja. Dus in hoeverre dat vastroest, ik denk dat dat van zijdelings belang is. Het rendeert niet voor niets al ruim 7 jaar, denk ik. Nee, dat klopt. Maar goed, Lukin heeft zijn manier van voetballen en dat is ook misschien niet verkeerd als een keer een andere manier van voetballen komt. Zeker. Op de Meerdijk. Ja. Oude Meerdijk. Cruciale wedstrijd komende zaterdag. Is het eentje die, als je die verliest, dat het dan dat je dan in ieder geval echt moet richten op die 16e plek? Wederom. Ja, wederom cruciaal. Ja, weet je, elke wedstrijd is cruciaal. Het is echt een flink cliché, maar als je tegen Volendam niet wint, dat is eigenlijk al wekenlang de wedstrijd die je sowieso moet winnen natuurlijk. Ja. Hè? Volendam staat nu 14e, denk ik. Of, die staat nu 14e, ja. 20 puntjes, net als Excelsior. Maar Emmen heeft bovendien het nadeel dat ze de laatste 5 wedstrijden tegen club spelen waarvan ze normaal gesproken niet kunnen winnen. Klopt. Dat wil niet zeggen dat je er nooit een keer van kunt winnen. Nee. Maar dat is wel een heel lastig einde van de competitie voor Emmen. Want naarmate het einde nadert, hè, dan komt er veel meer het besef bij die spelers. We moeten nu echt gaan presteren. En dan speel je tegen clubs waar het heel lastig tegen is. Kan dat dan wel de doodsteek worden voor FCM? Omdat ze nu nog niet in die fase zitten. Nou ja, daarom moeten ze nu dus. Daarom moet je ook van Go Ahead winnen. Ja. Daarom had je van Go Ahead moeten winnen. Daarom moet je eigenlijk ook van Volendam winnen. En zo zijn er nog de komende weken een paar wedstrijden waarvan je zegt, nou, die moeten we winnen. Of is het misschien wel niet druk ook? Dat ze weten van, op het einde gaan we het niet redden. Dus het moet nu allemaal. Dat zou kunnen. Ja, maar dat speelt natuurlijk in die kopjes wel een rol. Hè? Ja. Die weten ook dat de Ajax, Feyenoord, Utrecht, Heerenveen, AZ... het staat allemaal nog te wachten. Die weten dat. Ja. Die weten dat er daarom bijvoorbeeld zoveel druk op die wedstrijd tegen Go Ahead stond. En dat er daarom zoveel druk staat op die wedstrijd zaterdag tegen en bij FC Volendam. En ik snap wel dat het in de beentjes in het hoofd gaat zitten. Alleen op een of andere manier moet je daar toch uitkomen. En moet je daar... Ja, maar hoe doe je dat inderdaad? Mm-hmm. Dat is lastig. Ja. Maar minder met druk omgaan kunnen gaan, dat heeft ook met kwaliteit te maken. Ja, maar dat is ook zo. Dat is het punt. Ja, maar je hebt wel een paar leidende figuren in de selectie. Bijvoorbeeld een Veldmaten, een Araujo. Je hebt Kieft de Belt, die van buitenaf ook wel invloed uitoefent. Veenhoop is ervaren. Keeper, Mickey van der Hart heeft ze. Eigenlijk moet het daar niet aan liggen. Nee. Maar waar wel aan? Hoe kan je het herstellen? Kwaliteit. Allemaal kwaliteit, Jan. Zeker, dat is het. We hoeven eigenlijk deze podcast gewoon niet eens op te nemen. Het is gewoon op de opnameknop drukken en dan zeg je gewoon kwaliteit. En dan druk je weer uit en dan is het klaar. Dat is de volgende aflevering. Het is wel een beetje een repeterend verhaal met Emmen, vind ik, hoor. Ja. Elke keer hetzelfde. Ja. Verdedigend fout maken. Aanvallen niet genoeg kunnen bieden. Nee. Dat is elke keer hetzelfde. En dan is het maximale een puntje. Nou ja.
Ja, als het een beetje mee is, dan pak je een keer 3 punten. Maar dat is gewoon te weinig. Ja, maar nog maar 3 wedstrijden gewonnen. Alleen Cambuur heeft er evenveel gewonnen. De rest heeft al meer gewonnen. Ja, precies. 9 gelijke spelen. Dat zegt voldoende toch? En het waren ook geen gelijke spelen. Ik kan me ook niet veel gelijke spelen herinneren waarvan je zegt... hoe daar had FCM absoluut meer verdiend. Nou, een keertje RKC kan ik me nog herinneren dat ze daar wat meer hadden verdiend. Maar bij de meeste gelijke spelen toch? Heb je niet het gevoel gehad van, dat was eigenlijk... Wat was er? RKC? Zouden van Ajax kunnen winnen? Er was nog eentje. Nee, Excelsior waren ze de betere. Floris volgens mij was nummer 1-2. Er waren nog 2 wedstrijden waarin ze gewoon de betere waren, maar alsnog punten lieten liggen, zeg maar. Maar goed, dat is allemaal achteraf. Algemeen niet, ja, nee, precies. Nee. Dat is allemaal achteraf. En deze wedstrijd vond ik dat inderdaad 2-2 het maximaal haalbare was. Ja, maximaal. Ik heb er wel genoten aan het einde van die goal van Romani. Ik vond wel een mooi acrobatisch kunststukje op een. Ja, een goede goal. Eindelijk eens een keer een goede voorzet van Diemers in die wedstrijd. Goede actie. En hoe die hem erin kreeg, ik moest het in de herhaling even bekijken. Maar hij hing met zijn hele lichaam 2 meter boven de vloer. Ja. Mooi positief afgesloten. Ja, of moeten we nog een negatieve noot aan toevoegen? Nee, dat is helemaal goed zo. Oké. Heel goed. Dankjewel Jan. Yes. Dankjewel Jonathan. Radio Meerdijk.